Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 15 december. Gisteren zijn opnieuw een hoeveelheid aan AstraZeneca vaccins gearriveerd in Suriname. Het gaat wederom om een donatie van 64.800 doses. Er wordt opgeroepen om zich zo gauw mogelijk te laten vaccineren en voorkom dat de vaccinaties weer hun vervaldatum behalen. Eerder werden er jammer genoeg al een hoeveelheid vaccinaties vernietigd omdat die reeds vervallen waren. Het is betreurenswaardig omdat heel wat landen nog zitten te wachten op vaccins. Met de komst van deze doses hopen de instanties dat men zich laat vaccineren en voor degenen die wensen hun derde prik met AstraZeneca te nemen, worden die nu ook weer in de gelegenheid gesteld. Laat je vaccineren. Mooi DC. Weer je laat je weer informeren door valse Je leest alleen valse informatie. Wat je bedoel is niet wat. Je moet meer tijd besteden aan betrouwbare informatie. Ja, juiste mensen moet je die informatie geven. COVID is real. Don't listen to negative people. Die valse nieuws op die internet, fake berichten schrijven. Dus maar die snap begrijp, jongen. Mijn man verstaan mijn boy die zie. You know how long this by now begrijp? Wanneer je gaat op die internet, go naar de juiste site. De juiste pressie voor die echte informatie, man. Geen vals en fake. Die COVID-tory is een echte voor fairy tory. Ondanks de vele waarschuwingen worden er toch nog illegale feesten georganiseerd. Door middel van flyers worden mensen uitgenodigd deel te nemen aan deze illegale feesten. Let er wel op dat de politie nog steeds de hoge boetes zal hanteren. Zo worden eigenaren die de feesten organiseren op de bon geslingerd en moeten een boete van 10.000 SRD betalen. Voor de mensen die deelnemen aan feesten is er ook een boete. Dus behalve dat je de entry moet betalen, zul je ook nog de opgelegde boete moeten voldoen. Coördinator van het NCT betreurt het dat mensen geen gehoor geven aan de vele waarschuwingen, maar aan de andere kant snapt hij ook dat mensen eruit willen. Maar doe dat op een verantwoordelijke wijze. Gekeken wordt naar mogelijkheden om toch verantwoord te kunnen feesten. Ik denk dat het u niet verbaast dat ik Kabula is lekker. Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook wel, maar niet als er Delta en Omicron hier zit, want die Kabula net zo mooi mee. En ik vind dit totaal onverstandig. Ik heb het al eerder gezegd, het is wel rustig nu in Suriname, dus we hebben voldoende mogelijkheden om wel uit te gaan. Het had heel veel slechter gekund. We kunnen uit. Er zijn horecagelegenheden die zich keurig aan de protocollen houden en waar u het hartstikke gezellig kan hebben. Ik moet ook eerlijk zeggen dat we het zelf ook vervelend vinden dat er zo weinig mogelijk is. En we zijn toch een gezelligheidsvolk. En ik zie ook en ik hoor ook dat er gefeest wordt. Dat is overduidelijk. En we moeten het niet doen alsof het niet gebeurt. Als het niet gehandhaafd kan worden, dan moeten we naar een manier zoeken waarop mensen wel hun vertier kunnen hebben en los kunnen gaan. Zonder dat op een verantwoorde manier. En daar zijn we wel naar aan het kijken. Naar manieren waarop er verantwoord, wel gefeest, niet zoals we het gewend zijn. Mm-hmm. Dus een stuk bescheidener, maar wel liever iets dan niets. Ja. Ook minister Omar Ramadien verwees de verhaaltjes alsof ook hij deelneemt aan feesten naar het Rijk der Fabelen. Verder doet hij ook een dringende oproep naar andere overheidsfunctionarissen
om het juiste voorbeeld te geven en de maatregelen zoals vastgelegd in het presidentieel besluit niet te overtreden. Ja, ik heb ook gehoord dat ik heb gefeest op weg naar zee. Ik heb ook gehoord dat ik gezien ben op een feest. Al die zaken verwijzen naar het Rijk der Fabelen. Ik zal me altijd verantwoordelijk opstellen, zoals dat verwacht wordt ook van overheidsfunctionaris. Ik roep ook alle overheidsfunctionarissen op, want we gaan niet ons hoofd in het zand steken. We gaan een ieder oproepen dat u als overheidsfunctionaris verantwoordelijk moet omgaan met uw gedrag, met uw aanwezigheid op plekken. En als het een plek is waar je duidelijk ziet dat er een dansfeest is daar, gaat u als overheidsfunctionaris het liefst niet naar die plek. Recentelijk hebben we een consternatie gezien, een commotie gezien over een distresscommissaris die ergens gesignaleerd zou zijn. De distresscommissaris is uitgekomen. Maar het is goed om door te geven dat wij als overheidsfunctionarissen te alle tijden het voorbeeld moeten geven. En ook moeten optreden als zodanig wanneer we constateren dat er op plekken zaken zijn die niet in lijn zijn met de maatregelen. Wanneer we indoor dining hebben met protocollen, terrasbezoeken met protocollen, is dat geen probleem. Casino's ook met protocollen, restaurants. Een gecontroleerd evenement op een schaal waar je weet wie je mensen zijn. Je weet dat er geen dansfeest is, maar gewoon het is een receptie waarbij traditioneel een bepaalde scala is aan activiteiten. Dan kan je het risico nemen. Ik mag zeker weten als de situatie anders zou zijn, met een piek nog in de golven met 40-50% besmettingen, zou het een totale lockdown zijn. Maar je neemt af en toe een risico om te zeggen van oké, onder gecontroleerde omstandigheden. Maar wij, dat kan je niet vergelijken met die dagelijkse feestactiviteiten die plaatsvinden bij de horeca en in huiszetting. En ik zeg het nogmaals, we moeten wel eerlijk zijn en toegeven waar het misgaat. En als je niet bereid bent om als persoon dat of als sector dat toe te geven, dan neem ik je ook niet meer serieus. De feestdagen staan voor de deur. Om te voorkomen dat wij net als vorig jaar opnieuw in een golf terechtkomen, doet de coördinator van het NCT, Javier Asin, een beroep op de samenleving om de kerstdagen in familiekringen te organiseren. Er is wel goede hoop voor de dagen na kerst dat er iets mogelijk zal kunnen zijn. Ik denk dat iedereen het gezellig en bescheiden in familiekring kan gaan vieren. Waarbij we ons minder zorgen maken over de gevaccineerden dan de ongevaccineerden. We weten dat er in heel veel families gevaccineerde mensen zijn en ongevaccineerden. Achter de deuren kunnen we weinig controleren. Dus dat is waar ik me persoonlijk zorgen om maak. Ik denk verder dat het grote feesten, wat we gewend zijn voor en met name na kerst, dat een stuk bescheidener zal zijn. Ik heb wel goede hoop dat er iets mogelijk zal zijn. En laten we dat dan met beide handen aangrijpen en dat vooral verantwoord te doen, zodat we 2022 wel ook vrolijk kunnen starten. En dat we niet met heel, heel grote feeststemming het jaar uitgaan en in een enorme mineur- en rouwstemming het jaar beginnen. Nu de gevallen flink gedaald zijn en we kunnen zeggen dat de vierde golf een gepasseerd station is, moeten wij dan nog steeds de code zwart voor de ziekenhuizen en code paars voor het land hanteren? Deze vraag werd gesteld aan de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gader Sukul. Volgens hem bevindt Suriname zich momenteel in code rood. Hij legt het verder uit. Code zwart betekent dat er echt harde keuzes gemaakt moeten worden van wie gaat nou de IC in, wie kunnen we helemaal niet accommoderen. We hebben zelfs geen IC-plekken, want wie gaat naar de volgende vrije IC-bed, want er is geen IC-bed, er zijn een paar wachtenden. Mm-hmm. En dat is code zwart. Dus een heel onoverzichtelijke situatie. Dus los van COVID is er nog steeds, om eerlijk te zijn, door ophopen van anderen die IC-behoeftigen waren? Nee, ik heb gewoon beschreven wat code zwart inhoudt. Oké, precies. Om eerlijk te zijn, nu zijn we net onder de gevarenzone. Mm-hmm. Maar we moeten rekening houden dat we een fragiele systeem hebben. We hebben een
tekort aan human resource. Ja. Onze personeel is helemaal overwerkt. Ja. We zijn echt bijna aan burn-out toe. Wij hebben een achterstand in het oppakken van ons reguliere zorg. Dus u kunt zich voorstellen, er moet maar een beetje nog gebeuren en we zijn weer een code zwart. Ja. Dus om eerlijk te zijn, we zijn niet in de situatie waar we nu zeggen van, hey, er is geen plek, deze persoon kunnen we niet helpen. Maar, dus gelukkig zijn we nu in die situatie, maar het heeft niet veel nodig om weer in die situatie te komen. Okay, het heeft niet veel nodig. Dat is wat codes waar betreft. Ja. En ik denk, misschien gaan ze in de war raken, code paars en code rood. En bij code paars is er haast geen controle meer over de verspreiding. Gelukkig zijn we nu in een fase waarbij wij zien dat de percentage van de positieve testen onder de getesten rond de 10 kan zijn, soms de 5. Dat wil dus zeggen dat wij nu gewoon in een situatie zijn van community spreading. Ja, okay. Dus in principe zijn we werkelijk in code rood. Over het vaccin rijzen er dagelijks vragen. De instanties doen er alles aan om alle informatie met betrekking tot het vaccineren met de samenleving te delen. Zo worden er vanaf de introductie van het vaccin vragen gesteld als: wat zit er in het vaccin? In het live opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje geeft Dr. Rakesh Gader Shukul, tevens directeur op het ministerie van Volksgezondheid, in het kort een uitleg over het vaccin. Je hebt verschillende soorten vaccins. En vaccins bestaan al langer dan 100 jaar. En door de jaren heen zijn er verschillende technologieën ontwikkeld. De nieuwste is mRNA-technologie. Dat is eigenlijk een stukje erfelijk materiaal dat men in een gel geplaatst heeft, dat wanneer die in ons lichaam komt, dat er voor gezorgd wordt dat er een eiwit gemaakt wordt. En het lichaam herkent zo'n eiwit als een indringer en die gaat dan weerstand, die gaat dan immuniteit ertegen bouwen. Die gaat dan eigenlijk beschermstoffen maken tegen zo'n eiwit. Zodat wanneer je echt geconfronteerd raakt met zo'n virus, met die eiwit, en dat is vooral de spike-eiwit, dan herkent jouw immuuncellen het virus heel snel, tijdig, om te voorkomen dat je heel erg ziek wordt. Ja. Dus dat is de werking van een vaccin. Het is geen vitamine, het is in principe gewoon de introductie van een eiwit bij mRNA-vaccin. Dat is Pfizer en Moderna. Dat is dat het via wat ik uitgelegd heb geïntroduceerd wordt. Ja. En bij AstraZeneca en Johnson & Johnson is het een viral vector. Daar is het eigenlijk een virus dat niet ziekmakend is, dat zich niet zelf kan laten delen in het lichaam. Want een virus deelt niet zichzelf, het gebruikt het lichaamsmechanisme om te delen. Maar dat gaat het niet kunnen doen. Maar in het virus heb je dan dat erfelijk deelmateriaal om de eiwit te maken. Dus hetzelfde gebeurt dan op een andere manier. Okay. En dan heb je Sinopharm, Covaxin, Sinovac. Dus dat zijn geïnactiveerde virussen. Dat is eigenlijk het virus zelf, het coronavirus zelf, dat geïnactiveerd is, verzwakt is, waardoor dat virus, waardoor deze deeltjes jou niet ernstig ziek kunnen maken. Zo maak je eventjes ziek en de bedoeling is dat jouw lichaam deeltjes van dit virus herkent om beschermstoffen tegen te maken. Dus okay. De werking van vaccin, de bedoeling van vaccin is dat je lichaam bepaalde deeltjes van het virus kan herkennen, zodat jouw immuniteit snel ertegen kan reageren en niet te laat. Okay. Want als je ziek zou worden, zou het kunnen dat jouw immuniteit te laat reageert. Vanwege weerstand. Vanwege het niet bekend zijn met het virus. Maar door het vaccinatie weet jouw lichaam en jouw immuniteit van, hey, dit ken ik al. Ja. Dit moet ik zo aanpakken. En dan raak je daardoor niet ernstig ziek.
De AstraZeneca-vaccins zijn er, dus ga en bescherm jezelf. Laat je vaccineren. We zijn gekomen aan het eind van dit journaal. Ik wens u een fijne voortzetting van uw dag toe. Tot de volgende keer. Dag.